Chronische pijn hangt vaak samen met onopgelost trauma. En in al mijn jaren die ik heb gewerkt als arts, heb ik gezien dat er steeds meer pijnmedicatie gegeven werd bij pijn, bij chronische pijn. En ook ikzelf wist in die tijd geen andere manier om daarmee om te gaan. Behalve het feit dat ik vaak mijn intuïtie volgde. Dat ik bijvoorbeeld als co-assistent al, als iemand hele heftige hoofdpijn had en geen enkele medicatie hielp, ik op het bed van die persoon ging zitten en de hand op het hoofd legde. Waarbij er verlichting kwam. Dus intuïtief voelde ik wel dat er andere manieren waren dan pijnmedicatie. Bij chronische pijn wordt vaak het ene onderzoek naar het andere gedaan. En ik zeg niet dat het niet goed is om ook onderzoek te doen naar fysieke oorzaken. Maar meestal is er bij chronische pijn geen echte oorzaak meer aan te wijzen in het hier en nu? En is het zo dat het raadzaam is om te gaan kijken naar de chronische stresspatronen en het niet doorvoeld zijn van emoties en het onopgelost zijn van trauma die wat onder de pijn ligt. En door daarmee te werken, kan de pijn zich geleidelijk aan op gaan lossen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij het trauma van de nek, de schouders of de rug, bij pijn aan de nek en de schouders en de rug, door een ongeluk, dat daar heel vaak eerder in het leven andere ongelukken aan vooraf zijn gegaan. Waarbij het lichaam zich al gewapend heeft met de spieren, omdat op een of andere manier dat de beweging die er gewild was tijdens dat trauma, of de emoties die gevoeld wilden worden, niet afgemaakt konden worden of tot expressie gebracht konden worden. Daardoor blijft er nog een soort, in het Engels heet dat bracing, dus een soort spierverzet bestaan. De spieren spannen zich aan om die pijn af te schermen. En dan gebeurt het veel eerder dat je weer een ongeluk krijgt of dat een tweede ongeluk aanhaakt bij die bracing die er al was. En dat de spieren dan zo gespannen worden. En in die spieren lopen ook kleine zenuwtjes die dan afgekneld worden. Dat er op die manier chronische pijn ontstaat. Dus ook al lijkt er een eenduidige oorzaak te zijn van de pijn. Waarbij je weet, toen begon mijn pijn, bij deze operatie of bij dit ongeluk of bij deze heftige gebeurtenis. Maar het is kostbaar om verder terug te kijken ook naar meer gebeurtenissen die geleid hebben tot de pijn die je nu voelt. En er zijn zo ontzettend veel mensen die chronische pijn hebben, die al meer dan 5 jaar pijn hebben en van de ene dokter naar de andere zijn gegaan. Ook soms de ene operatie naar de andere, waarbij ten gevolge van de operatie, omdat er ook in spieren gesneden wordt, er vaak nog een toename is van de pijn. Dus er is een manier om
met die pijn om te gaan, om ermee om te gaan. Want als je hem kunt ontmoeten, dan verandert de kwaliteit van de pijn al. En om de pijn af te laten nemen. En dat is dus om te werken met die chronische stresssymptomen, met onopgelost trauma en met niet doorvoelde emoties. Een studiegenoot van mij van de traumaopleiding, Nienke Feberwee, heeft een boek geschreven, Emotie als medicijn. En haar website heb ik opgenomen in de beschrijving onder dit filmpje. En ik kan van harte aanbevelen het boek, dat is alleen in het Engels, van Peter Levine, grondlegger van de traumaheling. En dat heet From Pain to Freedom. En het mooie is dat dat boek ook een mogelijkheid heeft. Het beschrijft de oefeningen die ook voorkomen in een audiobestand, wat je gratis kunt downloaden van Peter Levine. Met heel veel oefeningen om om te gaan met pijn. En ook de link naar dat audiobestand heb ik opgenomen in de beschrijving onder dit filmpje. En hij nodigt dan ook uit, Peter Levine, om als je te maken hebt met chronische pijn, om een pijndagboek bij te houden. Om te noteren. Wat merk jij aan je pijn? Wanneer wordt die meer? En wanneer wordt die minder? En wat is helpend? Wat van de oefeningen die hij aanbiedt zijn helpend? Want niet elke oefening is helpend voor iedereen. Iedereen is zo uniek. Ook in de pijn, in het hele pijn, verhaal, in de hele pijnervaring. Dus het is goed om te kijken wat resoneert met jou. En het kan ook zijn dat in het verloop van het proces van het omgaan met je pijn en het experimenteren met wat helpend is, dat er weer later andere oefeningen meer behulpzaam zullen zijn. Wij zijn een bewegend fenomeen. Wij kunnen een bewegend fenomeen zijn, terwijl heel vaak bij de chronische pijn er een soort statische toestand is geworden, is ontstaan, die nog versterkt wordt door de angst die erbij komt. De angst dat deze pijn er voortaan altijd zal zijn of zal verergeren. Dat is dan een tweede trauma, wat erbij komt. Want ook ten gevolge van die angst gaan je spieren zich ook weer steeds meer aanspannen. Meer filmpjes die ik heb gemaakt over traumaheling deel ik in mijn playlist met filmpjes over traumaheling. En de link naar die playlist vind je ook in de beschrijving onder dit filmpje. En natuurlijk, mocht je je ervaringen willen delen, voel je welkom om dat te doen bij de reacties onder dit filmpje.